Ik heb een bandschuurmachine gekocht. En nou ga ik hem uitpakken. Nou, die bandschuurmachine die staat op een statief of een onderstel. Kijk, dit is een draaibaar op de kop. Kijk, zie je, moet die indraaien natuurlijk. En dat onderstel dat neemt ruimte in waar ik voor hetzelfde geld een kast kan maken. Dus dat ben ik wel van plan. En het tweede voordeel is dat ik dat onderstel niet gebruik, is het heeft heel veel gewicht, alles bij elkaar. En dan ga ik kijken of die machine op zich niet te zwaar is voor mij, want we hebben het over geloof ik zo'n 85 kilo. Nou, dat gaat een beetje boven mijn gewicht. Dat is ook de reden waarom ik bij HBM nooit zo'n ding gekocht heb. Ook al zijn ze goedkoper, want dan zijn ze zo over de 100 kilo. Nou, hoe plaats ik dat? Hoe krijg ik dat nou mee? Daar moet je wel krachtpatsers voor hebben, verhuizers. Gelijk opruimen, anders heb je straks geen plek om hem te plaatsen. Hoe zal ik hem nou eens eruit krijgen? Als ik dit nou kan doen. Veel. Dit is het onderstel. Ja. Zo kan dat. Alles bij elkaar, hè? Dat handleiding ligt daar, dat ik straks dat weer terug kan vinden. Nou, dat onderstel heb ik nou in elkaar gezet. Simpel met schroefjes en moertjes. Er zitten hier nog ronde gaten in de hoeken. Het lijkt erop alsof die machine daarop moet. Maar dat heb ik nog niet kunnen lezen in de handleiding. Er staat ook geen handleiding bij hoe je dit onderstel in elkaar schroeft. Ik heb het op de gok gedaan. Want ik zie, ja, deze zit eronder en deze zit erop. Nou, zou dat wat uitmaken? Ja, het zou wel eens kunnen. Maar goed, ik laat het even zo. Ik ga misschien wel een ladekast eronder maken. Maar dat doe ik later nog wel eens. Ik heb het nu een beetje te druk om dat te gaan doen. Maar dan kan dit gewoon hier staan. Zoiets. Dat valt wel mee. Dan kan ik van alles nog doen. Maar hoe kijkt die machine nou op dat ding? Dat is... Ik zal dit even... Ben ik zo sterk? En er zitten natuurlijk wat losse onderdelen nog. Dat moet ik ook even vastschroeven. Ik zie hier... 2 gaten. Oh, dat komt zo.
Nou, ik weet niet of dit nog moet. Ja. Het is een beetje gokken, de handleiding is niet volledig. Dus dat maak ik er ook eerst aan. En dan, ja. Want anders slingertaps. Nou, met z'n tweeën kan het wel. Dus ik zal mijn buurman even de hulp vragen. Nou, om dat op te tillen. Ik ga eerst die stekker erop zoeken. Ja, nou zit er op dat, dat tafeltje waar die op staat. Zit aan de bovenkant ronde gaatjes en aan de machine aan de onderkant zitten ook ronde gaatjes. Nou, die moeten corresponderen met een boutje, lijkt mij. Maar hoe kom je daarbij? Dan moet je vanuit de onderkant van het tafeltje moet je dat kunnen doen. Ga ik nou een kastje maken met een dichte plaat, dan kan je hem dus niet vastzetten. Dan moet je eerst die plaat erop schroeven en dan. Ik zou op dat, dat onderstel, daar kan ik ook een plaat op maken. En dan die twee kan je gewoon aan elkaar schroeven. Dan ben ik van een hele, want ik ga dat toch waarschijnlijk een keer weghalen. Dus dan ga ik zitten knoeien en zitten proberen goed te krijgen. Ik heb de situatie ietsje veranderd. Voor het geval dat ik later toch ga vervangen door een kastje. Ik heb hier een plaat opgeschroefd. En ik heb die hoeken eraf gehaald. Omdat ik van deze machine hier houtrapouten heb gedaan. Met een plaat die overeenkomstig de maat van die kast. En die steken hier uit. En die gaan hier uitsteken, dus dan moet dat daar komen. En wat is nou het voordeel van die twee platen? Dat als ik hem erop zet, kan ik van onderaf gewoon met houtschroeven, kan ik hem aan die plaat vastschroeven. Dan kom ik makkelijk erbij. En als ik later denk van, goh, ik wil toch een kastje, dan schroef ik die schroeven eruit. En ik fabriceer hier een kastje aan. En nu is die een beetje te zwaar voor mij om dat allemaal te gaan versjouwen. Dus ik kan het tot zover ben ik klaar. En dan vraag ik even iemand te helpen. En dan zet ik hem erop. En dan staat hij alvast stabiel. En dan kan ik het voorlopig wel even mee doen. En dan dacht ik een schroeven hieronder te zetten. Maar volgens mij is het niet eens nodig. Hij staat hier keurig. En de bouten die uitsteken, die vallen daarnaast. Ik heb de hoeken uitgezaagd. Dus ja, dan kijk ik het even aan. Want dit gaat nergens naartoe natuurlijk. Dat verschuift niet. Nou. Wat dit voor is, weet ik niet. En dit weet ik ook niet. Nou, dit is voor de richting van de band. Niet aankomen. En dit is de overbrenging. Dit is, kan je tegenaan stoten. Hier op de pop nog wat. Dat moet er ook aangeschroefd worden. En dan kan je hier ook nog op de kop schuren. Nou, dan ga ik. Maar nou heb ik een probleem. Nou weet ik niet hoe ik dat daar aan moet krijgen. Want ik kan er niet achter komen. Dus ik heb daar wat gaten bij moeten boren en een tap moeten maken om een moer erin te, of een boutje erin te zetten. Nou, hij zit nou weer eraan. Dus ik kan hem zo van buitenaf, kan ik hem eraan en afschroeven als ik dat wil. Nou, deze tafel die kan los. Die kan ook omlaag en omhoog. Oh nee, dat is daar. Zit hier achter nog een knop. Nee, dat is de laagste stand. En dit is de haakse stand. Kijk, en dan kan ik ook tot daar komen.
Zo. Ja, dan kan ik hier dit gedeelte van de band gebruiken. Dit kan 45 graden. Nou, dit kan ook in een hoek natuurlijk. Zo. Kijk, dat kan ik ook zo schuin. En als het goed is, kan ik hem ook horizontaal zetten. Kijk. En een eindaanslag. Hier zit een schroefje. Ah, vrij simpele machine natuurlijk. Maar... Zo, verticaal. Grote knoppen. En dan moet je ook terug kunnen natuurlijk. En dat kan. En er zit hier een vergrendeling achter. Er zit hier nog een hendel, dat weet ik niet wat dat is. En hier zit nog een... Ik denk dat het om die, dit te ontspannen, want dat band moet natuurlijk ook af kunnen.